Het is een stralende dag in Dalfsen. Maar ik heb gehoord dat het voor archeologen niet zo fijn is. Ja, dit lijkt misschien heel lekker weer, hè? In het zonnetje, hoedje op, zonnebril. Maar voor de archeologie is het eigenlijk wel heel vervelend, want het is heel fijn zand wat we in de put hebben. En met deze zon en wind gaat dat heel snel stuiven. Dus alles wat de mensen zo mooi geschaafd hebben, is eigenlijk binnen 5 minuten weer verdwenen. En zeg Niels, even eerlijk. Heb je eigenlijk iets aan alle vrijwilligers? Leuke vraag. Nee, absoluut. We hebben zoveel vrijwilligers die al het werk voor ons doen, dat ik eigenlijk meer aan het koffie zetten ben, thee zetten ben. Kijken of ze het goed doen, af en toe een aanwijzing. Misschien moeten we dit vaker doen. Hoe wisten jullie eigenlijk dat jullie hier konden gaan schatgraven? Nou, mijn vader kwam er mee en toen wou ik best wel mee willen schatgraven. En heb jij al wat gevonden? Twee potscherven, eentje uit de 14e eeuw en eentje 5000 voor Christus. Wow, en vind jij het eigenlijk leuk? Ja. En wil jij later ook archeoloog worden? Nou, eigenlijk wel. Of bioloog of professor. Nou, dat zijn allemaal leuke beroepen. Vanaf de stort heb je een mooi zicht over de locatie. In deze put, die en die, wordt hard gewerkt. En, heb je iets gevonden? Nee. Er is heel veel pers aanwezig, want Niels gaat de vondsten van afgelopen week presenteren. We hadden een deelnemer al op maandag, de eerste dag, luidjuichend en gillend. In de put, Niels, ik heb wat bijzonders. Die had een crematiegraf gevonden, dus echt een grafkuiltje waar de verbrande menselijke botresten in waren gelegd. We hebben meerdere sporen van gebouwtjes uit de late bronstijd, vroege ijzertijd, ongeveer 3000 jaar oud. En heb je iets gevonden? Nee. Dit is daadwerkelijk de plek waar iemand met zijn vingers in de klei gedrukt heeft. En sterker nog, onder de rand zien we nog daadwerkelijk de vinger- en de nagelindruk. Ik sta hier nu naast Jan Uitslag, de wethouder. Jan, wat vindt u nu eigenlijk? Hey. Bent u nu eigenlijk trots op deze vondsten? Ja, enorm. Ik ben erg trots op wat we gevonden hebben. Maar ik ben ook erg trots op wie het gevonden heeft. Niet eens mensen die betalen, dure archeologen, maar gewoon mensen zoals jij en ik. En heb je al iets gevonden? Nee. Waarom heeft de gemeente Dalfsen ervoor gekozen om amateurs mee te laten graven? Nou, we hebben ervoor gekozen. We waren hier 2 jaar geleden echte professionals rondlopen. Die hebben hele mooie dingen gevonden. Toen waren we eigenlijk klaar. Maar we waren heel nieuwsgierig wat hier nog onder de grond zit, waar we nog niet gegraven is. Maar volgend jaar wordt hier gebouwd, huizen. En dan kom je er nog meer bij. Dus we willen heel graag dat de mensen uit Dalfsen, uit Nederland, ook voelen wat hier gevonden is. Daar waren we trots op, hè, de oude vondsten. Dus we vinden het heel leuk als mensen ook een beetje enthousiast worden over archeologie. Dat toch ook wel een beetje. En het is voor ons ook een beetje goedkoper. Ja, het is ook belangrijk, zeg ik er eerlijk bij. Maar het feit dat mensen dus meedoen, mee kunnen voelen wat het is om iets te vinden in de grond, dat vonden we eigenlijk wel het allerbelangrijkste. En, heb je nu al iets gevonden? Nee, zo snel gaat het niet. Dag mevrouw, waar komt u vandaan? Hoi, ik kom uit Haarlem. Ik kom niet uit Dalfsen. Oh, en wat heeft u tot nu toe nog geleerd? Nou, dat ik eigenlijk heel voorzichtig moet zijn. Want het zijn hele bijzondere steentjes. Hier zie je bijvoorbeeld een paar deukjes erin. En ik heb van Niels al geleerd dat dat dan bijzonder is, dat je iets speciaals kan zien. Maar dit weet ik bijvoorbeeld niet. Ik heb geleerd dat het hele oude vondsten zijn. En dat die hier in Dalfsen zijn gevonden, maar dat dat nog nergens in Nederland gevonden is. En dat vind ik heel bijzonder. En ik vind dat stukje wat u niet wist eigenlijk best wel op iets van hout lijken of zoiets. Weet jij het? Misschien kan je het zien. Ik denk iets van dat oerding of iets. Ja, dat oerijzer of ijzeroer. Kijk Lily, nu heb ik eindelijk wat gevonden. Kijk hoeveel. En wat is het? IJzeroer. Zo
Zeg Niels, wat hoorde ik nou? Komt er nog een graafmachine? Ga je nog een put aanleggen? Nou, ik weet niet waar je dat gehoord hebt, maar inderdaad, de mensen die zijn zo hard aan het graven, dat gaat zo goed ook, dat ik denk dat we dit voetbalveld aan opgravingsput binnen 4 weken af hebben. Dus dan ga ik stiekem nog een paar putjes aanleggen. Nou, dit was Lilian. Tot de volgende Vondstenvlog.